We gaan naar Fantasialand. Maar... Kelly is nog moet een beetje wakker worden. Het is 5:07. En we zijn vertrokken hoor. Ben je net een beetje de weg van de kade? Ben je weg? Gaat het dan wel weer uit? We zijn het een beetje kwijt volgens mij. Het is Fantasialand. Ik ga weer de auto parkeren. Zo. Ja, dit gaat helemaal mis. Jongens, hier is de eerste ingang. Oké, wacht. Oh, hier is de parkeerplaats, denk ik. Dit is echt geen Fantasialand. Oh, nog 12 minuten rijden. Oké. Vertrek in zuidelijke richting. We moeten de andere kant op. Naar Peterstrasse. Nee? Vertrek in noordelijke richting op Bergerstrasse naar Weiserstrasse. Ja, of dan moet ik omdraaien. Ja. En dat zijn allemaal mensen met een sociale auto. Maar je kan daar, daar is als het goed is nog een ton. Ja, dat gaan we niet doen. Helemaal dood. Oh my god, oké. Okay. Oh, we gingen toch wel goed. Over 50 meter nemen we de rotonde. Sorry. Dan nemen we de rotonde. Ja. En dan maken we een kleines links en dan gaan we gerade naar. Ja, dat is goed. Nou, dan komen we nog een keer. Oh, pas op. Hij heeft het op. Fantasialand, Schweizkrug. Aus Den Haag. Okay. Hast du das gehört? Da kommt Kelly raus. Ja. Da kommt Kelly raus. Schön. Nou, we zijn gearriveerd. Ik denk die deur even op slot. Oh, sorry. Ja. Van binnen. Ja. We zijn er. Nu nog even wachten op de anderen, want die zijn te laat. Ja, we gaan wel helemaal dood in deze achtbaan. Zullen we naar het stuk gaan met geen achtbaan? Stiekem in de achtbaan. Helemaal niet die achtbaan. We staan nu in de rij voor een achtbaan. En Ray is een beetje bang. Oké, we hebben de eerste achtbaan gehad. En we dachten dat het een beetje een... Hij heeft overleefd. Ik ook. We dachten dat het een baby achtbaan was, maar hij ging toch wel iets harder dan we dachten. En mijn stem is nu al weg, zeg maar. Dat stuk in het donker was echt... Ik deed mijn ogen dicht. Ik heb mijn knie op. Oh my god. Waar gaan we heen? Pinja. We gaan de anderen vinden. Ja, ja, ja. En ik doe het nog steeds. Tra. Nou, jongens en meisjes. We gaan nu op zoek naar de alheilige Winja. Ja. Hou de kaart even. Johan belt mij. Oh nee! Wow! Oh nee! Hey! Ja, oh my god! Help! Hebben ze gevonden! Daar staan de mensen. Hallo jongens! Hallo! Ik ben hier privé. Zijn we het, waar gaan we heen? Ik ben hier. Maar trouwens, Jorin niet filmen. Oh, oké. Okay.
Nou, we zijn helemaal nat. Een week. En Jorn ook. Die is ook een beetje nat. Maar, het was leuk. Toch, Kelly? Fantastisch. Jij bent echt heel jouw tas. Ik vind mezelf best wel zielig. Ja, je bent ook een beetje zielig. Maar jij bent ook best wel zielig. Jij bent heel voor mij opgevallen. Ik voel me echt alsof ik op vakantie ben, joh. Goed insmeren, hè, Rolf? Ja, het mocht. Je wilt niet verbranden. Nee, dat doet mij helemaal niks. Je auteursrecht op. Je bent nu strafbaar, hè. Maar dan krijg ik heel veel kijkcijfers op jou erin, toch? Gaat niet gebeuren. We gaan naar het spookhuis. 10 minuten? Nou, ik ben in het spookhuis geweest. Jongens, wij zijn zojuist in deze toren geweest. En het was een vrije val. En ik moest wel huilen. Maar ik heb het overleefd in de restaurant.
waait de haan niet bij ochtend rond, dan gaat het regenen of de haan is dood. We waren dus net in die hele spannende achtbaan geweest. En ik dacht dus dat ik bang was voor achtbanen, maar het was zo vet. Jammer dat die meneer niet poppen van al terug zijn. Gaan we nu heen? Pizza eten. Pizza pronto. Dit gaat sowieso mis. Als je gaat vallen, dan zit je dat sowieso in de schop. Ik wilde dat net zeggen. Ik ga nou subnik. Niet remmen! Ja, ik moet al gas geven! Dit is een van de mooiste pizza's die ik ooit heb gezien. Dat is één pizza. Patatjes! Patatjes. Patatjes? Ja. We gaan nu naar huis, toch? Ja, en we gaan even kijken voor mij. Ik heb serieus jeuk aan mijn ogen, dat was echt geen geval. Nee.